Jacobs. We zien er ook bij zitten Vanessa van Eck en de andere dame die mee mag, Jane Riek. Jane Riek zit er ook bij. Zij is een beetje in de plaats voor een plek in de halve finale. En dan komt de laatste aansluiting te laat voor de start nummer 201 van Lieke Maas. Zij is ook besluit. Volgende groep, dames 14 plus voor hun. Ticket naar de halve finale. Dat is eerst rijden in deze kwartfinale. Dan mogen er vier mee. Dan zien we dat Maartje Herijgers het megastart heeft meegemaakt. Gevolgd door Melman, gevolgd door Rovie Vel van Hees zit ertussen. We gaan kijken wat er gebeurt met Sanne Vollenberg. Maar ook met de 181 van Anja Jacobs. Kan Anja Jacobs voor een aanvalletje inzetten? Om zoeken nog een plekje te veroveren in de halve finale. Ik denk dat het net aan te laat komt voor die laatste bocht. Zoals we niet meer aansluiten kunnen winnen is over en sluiten. En dan is het toch dat Sanne Vollenberg het langs het einde heeft. Vanaf door de volgende groep. En dan zien we gelukkig weer dat Groepje Huisman weer op de fiets zit. En hoe? Ze rijdt vooraan in haar eigen klasse. Zodra ze juist kwam in de open klasse. Ongelukkig ten val. Ze komt wel door fietsen. Maar nu laat ze zien dat ze kwaad is. Er zit frustratie in. En dat moet eruit. Ze rijdt hier aan de leiding in haar kwartfinale. En ze laat zien wat ze werkelijk waard is. Groepje Huisman op 1. De tweede plek is dan voor Soraya van Hees. Gaan we weer kijken naar Gerda van der Bolk die ook mee kan. Ja, Gerda van der Bolk op plaats nummer 3. Dus kijken wat er dan gebeurt op plaats 4. Want die plaats 4 geeft ook nog recht op een ticket in de halve finale. En dat is de short-list van Wijkhorst.